Drie weken lag de voetbal eruit. De laatste wedstrijd die de dames van ADO speelden was thuis tegen koploper AZ. 2-2 was de uitslag. En het verschil blijft dus 3 punten tussen de dames uit Alkmaar en de dames van Sarina Wiegman uit Den Haag. Eerste kans voor de wedstrijd, die is voor ADO Den Haag voor Nooy en de bal raakt de lat. Scheelt weinig, 10 minuutjes gespeeld. En ADO duidelijk beter dan hekkensluiter Heerenveen. Maar het blijft een stugge ploeg. De Friesinnen die hier een kans krijgen na knullig uitverdedigen van ADO Den Haag. Is de kans voor Kothei. 0-0 na een half uurtje spelen. Jansen, de gevierde vrouw van de vorige wedstrijd, scoorde 2 keer tegen AZ. En dan de kleinste vrouw van ADO Den Haag, Jill Wilmot, met een kopkans. Misschien wel de kleinste vrouw uit de Eredivisie bij de dames. Grimberg, met een gelukje naar rechts, naar Jansen, met de grootste kans van de wedstrijd. Na 40 minuten voetbal mist Jansen. De topscorster van ADO Den Haag had daar de openingstreffer moeten maken. Jansen tegenover Houw. Jansen met de voorzet en dan verrassen de keeper van Heerenveen. Ja, ze lacht een beetje, maar het is een mooie goal van Jansen. Hier in de herhaling. Keurig over de keeper geslingerd. Eigenlijk een voorzet, maar op het scorebord wordt die ook geteld. 1-0 voor Den Haag. Tweede helft. Met ADO Den Haag. Eigenlijk 1-richtingsverkeer richting de goal van Hiemstra. Jansen. Een plaag voor de defensie van Heerenveen. Goed uitverdedigd van Houw. En de corner. Weggebokst, dan teruggebracht in het keepersgedeelte. En het schot van Sabine Verhul. Die gaat over de goal heen. Ook hij aanwezig, Martin Glotsbach, man van Sarina Wiegman. En volgend seizoen trainer bij Westlandia. Wilmot, de aanvoerster. Dit doet ze mooi, door de benen van de aanvoerster Olde Looshuis. Maar de afwerking van ADO Den Haag, daar scheelt het een beetje aan. Het leek wel de gevarenzone, het 16 meter gebied van Heerenveen. Want ver kwamen ze niet. Een 1-op-1 situatie voor Kirsten Koopmans, het lopje. Maar daar zit te weinig gevoel in. Koopmans die inviel na 65 minuten voor Mandy van den Berg. Slotfase van de wedstrijd. Heerenveen meerdere spitsen ingebracht, zoekt, forceert wat. Maar de bal wordt van de lijn gehaald. Het is penibel, de 1-0 voorsprong voor ADO Den Haag. De vorige twee ontmoetingen tegen Heerenveen eindigden in 0-0. En hier wordt een overtreding gemaakt van Houw. Ziet ook scheidsrechter Kok, geeft terecht geel. En Houw had al een gele kaart staan. Ziet ook de scheidsrechter nu in zijn administratie. Wordt er nog even op geattendeerd en dan de rode kaart voor Houw. De laatste minuutjes moet Heerenveen verder met 10 vrouwen. Weer een 1-op-1 situatie voor een andere invalster. Jet Bavelaar, maar ook die bal gaat naast het doel. Het ontbrak deze avond aan de afronding bij de meiden van Wiegman. Laatste kans van de wedstrijd voor Heerenveen. Met Ilkema, maar die bal gaat over de goal heen van Dugarden. Tevreden met de 3 punten, maar ook tevreden met het spel? Tevreden met de 3 punten en niet tevreden met het spel, nee. Waarom niet? Ja, het liep niet lekker zoals we normaal gewend zijn. Het was geen geoliede machine vandaag in ieder geval. Ik vond ADO ook niet best spelen, van beide kanten niet. Dus ik vond het gewoon, ik vond echt een slechte wedstrijd van beide kanten. Niet groots, maar toch 3 punten. Ja, uiteindelijk gaat het daarom. Dus daar ben ik tevreden mee. Ja, de overtuiging was er niet. Ik vind dat we gewoon niet goed gespeeld hebben. Wel individueel allemaal hard gewerkt, maar als team, het wilde niet vandaag. Nee, dit is juist een wedstrijd die je met elkaar snel moet bespreken. En kijken van nou, dit is goed gegaan. En een aantal dingen is niet goed gegaan. En daar kunnen we heel snel van leren. Want als die meiden dit terugzien op de beelden, dan weten ze